Ik voel dat er een soort van afsluiting aan zit komen. Of het wordt morgen gewoon echt een hele, hele, hele zware dag. Dus ik heb me af moeten melden voor mijn sollicitatie. Oké, dat moet ik dus echt gewoon niet meer doen. Goedemorgen, vriend. Goedemorgen, schatje. Hey, hallo. Oh, wat een lief staartje heb jij. Goedemorgen. Hallo, welkom bij een nieuwe week. Ik weet helemaal niet of ik het in de vorige video verteld heb. Want het... Au. Het ding is natuurlijk dat ik ook in deze video's vertel hoe mijn job search gaat. Vorige week heb ik natuurlijk die laatste dingetjes gedaan voor die opdracht in België. Daarom mag ik deze week langskomen. Dat is woensdag. Ben ik er nerveus voor? Ja. Maar ik ben meer nerveus voor de reis dan hoe het daar gaat zijn. Ondanks dat ik echt een heel goed gevoel erover heb. Ik dacht, ik ga niet wedden op één paard. Ik ga niet al mijn eieren in één mand doen. Hoe gaan de gezegdes allemaal? Maar ja, ik had nog twee leuke vacatures gevonden van de week. Heb ik ook op gesolliciteerd. Ik ben helemaal het huisvrouwtje vandaag. Ik heb schoongemaakt in de badkamer. Ik heb een was opgeruimd. Ik heb een nieuwe gedraaid opgehangen. Badwas uitgeruimd. Yada, yada, yada. Ik heb net even mijn haar gewassen. En ik ga nu even lekker aardbeidjes snijden. En een broodje maken voor mijn eigen. Ik heb de hele tijd van die vlagen dat ik denk, oh, ik ben moe, ik ben moe. Het is heel vervelend. Ik wil vandaag nog wel wat editen en zo. Maar ik wil ook niet weer de hele tijd geen pauze nemen. Want dat is dus mijn ding. Heel slecht ben in pauze nemen. En dat moet ik natuurlijk wel doen. Want daarna ben je weer productiever. Dus ik ga nu lekker wat eten. Een vlogje opzetten. Even chillen op de bank. Hier ben ik weer al. Als je me al heel lang volgt, dan is dit misschien een vertrouwd beeld. Ik heb even twee filmpjes gekeken. Oh my god. Dit haar zit goed vandaag. Oké. Zet ik dus op de bank zo'n filmpje te kijken. En dan denk ik al heerlijk. Dan denk ik, nee, ik moet zo van mezelf dit nog doen en dat nog doen. Kan ik dat gewoon niet loslaten? Waarom ik altijd het gevoel heb dat ik productief moet zijn en niet goed rust kan nemen. Dat is echt een vraagstuk wat mij bezighoudt. Voel ik spanning voor woensdag. Dan ga ik dus naar België voor dat gesprek. Ik vind het spannend. Ik zie er wel lekker uit. Eerlijk is eerlijk. De skin is skinning, de hair is hairing, de look is looking. Kijk, nou ziet het er weer in. Nou lijkt het weer een holbewoner. One hour later. Ik heb een dutje gedaan. Oh my god. Nee toch. Ik dacht even dat ik de kaas was vergeten. Maar ik heb nog. Ben je even aan het kijken? Hallo. Oh, begin je te kwispelen? Je vindt het toch wel altijd even gezellig hè, om te kijken. Toch? Kijk hoe klein die eruit ziet, Toon. Is that what you told Tom Riddle, sir, when he came asking questions? Boom. He put you up to. He put you up to, didn't he? Didn't he? Didn't he? Hey! Hey, vriend. Goedemorgen, allerliefste poepie van mij. Ja! Ga je even pad. Hij heeft even een showtje gegeven. Stijn is zijn lunch vergeten. Vind ik altijd zo zielig. Ik kan wel wat halen in de buurt, maar het is gewoon zielig. Het is zonde. Anyway, ik heb zo beroerd geslapen. Ik moest meerdere keren wakker worden om te plassen. Like, hoeveel plas kan je produceren? En ik droomde allerlei rare dingen. Ik weet niet meer wat, maar het was niet goed. In ieder geval, wat wel geregeld is, is dat ik morgen met een vriend van mijn neef naar Eindhoven kan rijden in de ochtend. Dus dat scheelt echt een hele hoop. Dat is super fijn. Oh. Hey, lieverd. Wat lieg je daar, schattig? Nou, de trap is gedaan. Daar zag ik dan gisteren echt ontzettend tegenop. En ik heb het even gefilmd en ik zie de timer. Ik zit nu nog niet eens op 5 minuten. Het is echt een klusje van niks. En toch kan je het zo moeilijk maken in je hoofd. Maar goed, we hebben het gedaan. Hé, Iwan! Als jij denkt dat ik ooit stop met jou liefde vinden, dan heb je het echt helemaal fout. Ik vind jou de allerliefste.
En ik ga je even niet aaien, want waarschijnlijk schrik je dan. En daar heb je geen zin in. Val je een beetje in slaap? Ik zie je ook. Oh nee. Ik moet even zeuren, want ik voel me helemaal niet goed. Gisteren al niet, vandaag weer niet. Ik heb dus dat gesprek morgen in België. Dit is de derde ronde, wat wel heel positief is. Daar ter plekke krijg ik een opdracht. En dan heb ik 1,5 uur om die te voltooien, een videoopdracht. En ik zou natuurlijk vol op afstand werken, want het bedrijf zit in België. Dus het is logisch dat ze dat doen. Maar het ding is dus, en dat ligt niet aan hun, dat ligt echt aan mijn situatie. Ik ben vanaf oktober al aan het zoeken. Ik heb zoveel gesolliciteerd. Zoveel gesprekken gehad, meerdere keren naar tweede rondes, opdrachten gedaan, bla bla bla. Elk scenario heb ik gehad dat ze zeiden dat ik te duur was. Ik heb gehad dat de vacature eruit ging. Ik heb gehad dat ze me eigenlijk bijna wilden kiezen, maar dat er toch één iemand meer ervaring had. En zo kan ik wel even doorgaan. Waarom tref ik nu echt een topbaan? Waarom? Heb uitgerekend ik, na al die maanden ellende, dat ik morgen gewoon 7, 8, 9, wat is het, uur moet reizen. Of het is zo dat ik het nu zo erg in mijn hoofd maak, dat het alleen maar mee kan vallen. Of het wordt morgen gewoon echt een hele, hele, hele zware dag. Het jankie is eruit. Misschien was dat het gewoon. Misschien moet ik gewoon even janken. Ik ga nu de hond uitlaten met Stijn. Oh. Je uit? Yes. Stijntje heeft gekookt. Ja. Het is wat? 8:15. Ik heb alvast mijn tas ingepakt. De werker gaat 6:30. En we gaan even kijken naar de eerste halve finale. En dan hoop ik dat Spanje wint. En dan hoop ik dat Nederland morgen wint. En dan hoop ik dat zondag Nederland van Spanje wint. Zodat we weer revanche kunnen nemen voor 2010. Ja, ik weet het nog helemaal. Oké, doei! Nou, you girls op de bank geëindigd vannacht. Ik voelde me niet goed. En ik heb gewoon amper geslapen. Echt verschrikkelijk. Dus ik heb me af moeten melden voor mijn sollicitatie. Ik heb natuurlijk gelijk gevraagd. Of het op een andere dag kan. Vannacht ook echt zo gehuild. Dat ik dacht, waarom nu? Hoe kan dit nou? Ja, gelukkig gelijk gezegd dat het volgende week kan. Dus dat is heel fijn. Zo shit. Echt zo shit. Je bent er helemaal op ingesteld, op voorbereid. En dan wil je er ook gewoon heen. En natuurlijk vond ik het spannend. Maar het een week later hebben maakt het niet minder spannend. Ja, ik baal er echt heel erg van. Ik ga gewoon even de tijd nemen om uit te rusten. Anyway, tot later. Dan zie ik er vast iets gezelliger uit dan nu. Ik heb een glimneus. Ik lijk wel een clown. Dikke oogleden. Voel me ook niet lekker. Ik heb gejankt. Zit je nou jezelf te beoordelen op je uiterlijk nu, Alice? Doe eens even normaal. In het volgende shot ben ik gezelliger. Goedemorgen. Ik leef... Ja, dat is het. Doei. Ik leef weer een beetje. Stijn heeft zomervakantie. Ik kom net thuis verregend, helemaal verregend. Dus die staat nu even onder de douche. Dat ik lange mouwen aan moet in... Oh my god, is het de 13e? Nee, het is de 12e. Nee, het is geen vrijdag de 13e. Oké, gelukkig. Het is 12 juli en het is zo aan het regenen. Eigenlijk wilde ik die gordijnen gewoon dicht laten, heel eerlijk. Maar dan wordt het helemaal zo'n donker hol. Dat moeten we niet hebben. Dus ik voel me net een beetje beter. Ja, lange mouwen. Wel leuke lange mouwen, eerlijk is eerlijk. Ik heb deze clipjes gekocht in Spanje. Ik weet nog niet echt wat ik ervan vind. Of ik me lekker voel in mijn haarclip era. Shotje. Oh my god, ik heb een Yakult outfit aan. Ik match met mijn Yakult. Je vriend, jij vindt het ook niet leuk, hè? Ja, is ook niet leuk. Sinds wanneer kan ik geen blikje meer open? Hehe. Ik heb weer de taco-bol gemaakt. Nou, proef het. Oh my god, jij kan niet eens de tafel dekken. Je weet niet eens dat het glas. Dat is
Hier moet. Proef het en zeg dat het lekker is, anders stuur ik je naar huis. Ik ga naar Celine, want die vindt mijn eten altijd lekker. Ja, goeie zwik. Ik ga sociaal doen, doei. Sorry. Deze chips, de Ribble Chips Sour Cream and Chili Flavor van de Plus, die zijn zo onvoorstelbaar lekker. Ach. We zijn even Pokémon aan het spelen. En we hebben een katje gevonden. Oh, hij vindt jou ook leuk. Je vindt katten vies. Oh, even normaal joh. Ik noem hem lieverd. Hij wil praten, hij wil springen. Ja. Even lekker aan je. Ik heb nog even met Sergio gebeld. Die woont in Amerika, dus het is daar iets vroeger. En toen kwam deze mafjoekel thuis. Ze had een bruiloftsfeestje. Gezellig zeg. Toen ik een paar uur geleden boodschappen ging doen, zei ik, hey, moet ik iets voor je halen? Voor als je met een sapje op thuis komt. Toen zei hij, nee. We hebben toch nog dumplings in huis? Hij hoeft er niet. Dat is fijn. Om 2 uur 's nachts, hè? Zou mijn geliefde chipjes met hem delen? Of maar ja, delen. Je mag ze hebben. Ik heb al gehad. Ik heb hem zitten, joh. Heb je deze wel eens geproefd? Proef eens. Deze zijn echt heel lekker. Goed zo. Goedemorgen. Het is 10:50. Vannacht sliepen we volgens mij rond 2:30, 3 uur. We werden rond 10:00 wakker. Nou, ik weet niet wat ik had. Ik heb me gelijk opgestaan, want ik moest plassen. Was gedaan. Was opgeruimd. Ibol uitgelaten. Wat ik even heb overgeslagen is de eyeliner, ja? Dat komt zo wel. Ik heb een boekje verkocht. Ga ik even dit pakketje inpakken. En het is Pokémon Go Fest. Feest is het in de tent. En ik moet echt heel veel nog editen voor de video die morgen online komt. Luister, ik hoorde allemaal mensen. Oh, het raam stond open. Ik zie allemaal mensen met telefoontjes staan. Ik denk, oh, nou, er zal wel een raid zijn aan de overkant, weet je wel. Dus ik denk, nou, ik sluit me aan. Hoe iemand daar zou zeggen, oh, omi Alice weer. Volgens mij zijn ze allemaal team blauw. Ik zit in team geel. Regelmatig gooi ik een team blauw eruit. Dus ik denk dat zij denken dat ik hun er steeds uitgooi. De wasmachine is klaar. 3 hours later. Ik heb iets te fanatiek Pokémon Go gespeeld en gewandeld. Want het is 4:30. Maar ik ga nu editen. Dan is de kaars weer. Wij hebben boven een werk. Kamer, maar ik kies er altijd voor om hier aan de slag te gaan, want... Kijk nou, wat een lieverd. Ja, ik wil hem niet alleen laten. Dat is mijn vriend. Ja, hè? En soms gaat hij naast me liggen. Nu loopt hij hierheen. Nee. Het is echt niet goed voor mijn rug. Ik heb echt een goede bureaustoel boven, maar ik zit altijd hier. Welke moet ik pakken dan? Die? Deze? Deze was een beetje zuur, hè? Die voor jou was zuur? Ja. Oh, deze ook. Oh. Mijn vent heeft gekookt vandaag. Pokeball met bloemkoolrijst. Het is makkelijk, het is snel, het is lekker. We love it. Iets met werkpaarden en sierpaarden. Dat is absoluut een grapje. Het is mijn eigen schuld dat ik nu nog moet editen. 1 eternity later. Oké, dat moet ik dus echt gewoon niet meer doen. En ik ben nog niet klaar. Als in, de edit is klaar. Hij is nu aan het renderen. En dan kan ik alles inplannen. Oh. Nou, het is mijn eigen schuld. Maar ja, het hielp natuurlijk ook niet dat ik van de week ziek was. Ja, nou, doei. Zit je daar met jouw tenten, Sticky? Hé, lieverd. Hé, goedemorgen. Je pootjes schoonmaken, ja. Hallo. Ik heb oorbellen in uit Spanje. Ze zijn zo cute. Deze clipjes heb ik ook gekocht in Spanje. Leuk. Zo, die combo bij dit shirt. Thuis. Ik had vandaag dus de verjaardag van een vriendin van mij. Dat was echt super gezellig. We hebben eigenlijk de hele dag op het dakterras gezeten. We hebben nog Uno gespeeld en pizza gegeten. En ik zit net in de bus een boekje te lezen. Deze. De hoofdpersoon in dit boek, die is haar tante verloren. Ik schiet ineens helemaal vol. Gewoon, ik ga toch niet zitten janken in die bus zo. Dit is mijn pa dan. Misschien is het een beetje stom, maar ik heb zo'n gevoel dat er een verandering aan zit te komen. Eindelijk. Ik kan wel ongeveer raden wat voor advies mijn vader me zou geven. Ik zou gewoon dezelfde support krijgen van mijn pa als van mijn moeder en als van mijn zus. En ik denk, het is van alle lieve mensen om me heen, maar het is gewoon waar. Ik voel dat er een soort van afsluiting aan moet komen. Ik heb het idee dat het wel
op zijn plek gaat vallen en dat het goed komt. En volgende week ga ik natuurlijk echt naar België. Want mijn lichaam liep me deze week in de steek, maar volgende week ga ik echt. En ik ben zo blij dat Stijn dan met me mee kan rijden. Dat scheelt gewoon een hoop tijd. En dan ben ik gewoon met hem. En dat is gewoon even prettiger. Ja, ik weet niet waar ik heen wil met dit verhaal, maar... Nou goed, lang verhaal kort. Ik mis mijn pa en ik moet een beetje huilen. Dat is het verhaal. Nog een laatste update. Week 15. Ik heb het gehaald. Ik ben al 15 weken elke dag 10 na een stap aan het zetten. Als je tot hier hebt gekeken, laat me dan weten hoe het met jou gaat. Je mag me van alles vertellen. Ik zou willen dat dit de laatste werkloze vlog is, maar dat is het nog niet. Tot de volgende. Doei.